Welkom bij de 2.2 Biocast. En die heet Botten Bewegen. Maar ja, dat doen ze niet altijd. Want je ziet de wervels en de tussenwervelschijven. Maar daaronder heb je het heiligbeen en het staartbeen. En dat zijn ook eigenlijk wervels, maar die zijn met elkaar vergroeid. Die kunnen dus niet meer bewegen ten opzichte van elkaar. Hetzelfde met de botten waaruit je schedel bestaat. Die kunnen ten opzichte van elkaar ook niet bewegen, maar die zitten vast met een naadverbinding. Nou ja, niet bewegen ten opzichte van elkaar. Toen je klein was en geboren werd, konden ze wel ten opzichte van elkaar bewegen. Toen had je de fontanellen. En die fontanellen zijn kraakbeen en die vergroeien later. En die fontanellen zorgen ervoor dat je makkelijker geboren kunt worden, doordat die botten iets kunnen bewegen. Iets wat ook een beetje beweegt, hè, net als die fontanellen, is het kraakbeen hier tussen het borstbeen en de ribben. Maar ook de tussenwervelschijven. Dat is ook kraakbeen en dat is een beetje bewegelijk. Maar pas echt goed bewegelijk zijn de gewrichten, zoals die in je arm zitten. En zo'n gewricht heeft een aantal onderdelen en die moet je kennen en in de afbeelding kunnen herkennen. Je hebt hier de gewrichtskop, de gewrichtskom. Daar is het laagje kraakbeen wat over het bot zit. Dat zorgt ervoor dat die soepel over elkaar glijden, de botten. En daartussenin zit het rode, het gewrichtsmeer. En dat gewrichtsmeer wordt op zijn plaats gehouden door het gewrichtskapsel. En daaromheen zitten stevige gewrichtsbanden die samen met de spieren zorgen dat het gewricht bij elkaar blijft. Je hebt verschillende van die gewrichten. Hier zie je de kom van de heup en de knobbel van het dijbeen en die maken een kogelgewricht. En een kogelgewricht kan veel gewicht dragen en kan alle kanten op bewegen. Je heup en bij je schouder. Daar heb je kogelgewrichten. Tussen het opperarmbeen en de ellepijp zit een scharniergewricht. Een scharniergewricht kan wat minder gewicht hebben en kan maar op één vlak bewegen, net als het scharnier van een deur. De derde die je moet kennen is een rolgewricht. En een rolgewricht zit je tussen het ellepijp en het spaakbeen en dat zorgt ervoor dat je hand kunt draaien. Hier is wat mis. Je ziet dat het gewricht niet meer netjes bij elkaar zit. Dit is een ontwrichting. Een gewricht is dus uit de kom. Hier zie je dat iemand een botbreuk gehad heeft en dat is gerepareerd met metalen platen en grote schroeven. Hier zie je ook van die platen en schroeven zitten, maar hier bij het heupgewricht, bij het dijbeen. Hier zie je een gewoon heupgewricht en links ook een gewone en rechts zie je dat er een metalen knobbel geplaatst is in een kom. Een kunstmatig heupgewricht en je kunt zien aan de staart in het midden dat het hier bij een hond gebeurd is. Een bijzonder gewricht is het kniegewricht. Je kunt hem herkennen rechts aan het knieschijf. Boven het dijbeen, onder het scheenbeen, daar zit de kuitspier, de dijbeenspier, daar zie je de kraakbeen ook zitten, het gewrichtsmeer en dan zitten daar de twee meniscussen. En die meniscussen, die stukken kraakbeen, die zorgen ervoor dat je voet toch een klein beetje kan draaien. Niet zoveel als je hand, maar een klein beetje. Hier zie je pezen zitten, gewrichtsbanden. En dit was hem alweer, de 2.2 Botten Bewegen Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.